Wij hebben onszelf de opdracht gegeven, ontwikkel een stuk stad. Wat heel erg past binnen de hele gedachte die toen leefde bij de gemeente Amsterdam. Om Amsterdam terug te brengen naar het IJ. Eén groot masterplanproject die eigenlijk begonnen is met het Oostelijke Havengebied. Met de hele Oostelijke Handelskade, Oosterdox Eiland. We hebben ook Westerdox Eiland als bedrijf gemaakt. Je ziet nu de houthavens. En straks zie je ook hele haveneiland. Wat allemaal eigenlijk een soort visie is om de stad terug te brengen naar het IJ. De Booking waren al een tijdje op zoek naar een stedelijke campus, zoals ze dat noemden. Waar ze eigenlijk veel van hun diensten onder één dak wilden gaan brengen. Die zoektocht die zijn ze zelf gestart met de gemeente Amsterdam. En op een gegeven moment zijn Booking en de gemeente Amsterdam bij ons gekomen. Of wij iets konden met dat hele idee. En toen hebben wij gezegd van ja, we maken hier een stuk stad. En als jullie vinden dat je daar in zo'n constellatie kan gaan passen, zou het een fantastisch idee zijn om jullie hier te gaan huisvesten. In dit hele project waar we nu 3 jaar aan werken, merk je dat je niet zonder elkaar kan. Dan bedoel ik de ontwikkelaar BPD, de architect UN Studio, alle adviseurs die daaromheen zitten. Maar ook de gemeente als een hele belangrijke partner die dit mede mogelijk heeft gemaakt. En die ook heel geïnteresseerd is hoe zich dit doorontwikkelt. Je merkt gewoon dat je hebt elkaar nodig hebt om elkaar ook beter te maken. En dat doen we eigenlijk iedere dag. Toen de vraag kwam om het hoofdkantoor voor Booking hier op deze locatie te maken en te ontwerpen, dacht ik wel van wauw, dat is wel echt spectaculair. Nou, het is natuurlijk een combinatie van de uitdaging en het teamspel. En het feit dat je met z'n allen iets doet wat een enorme bijdrage doet aan het levensgeluk van heel veel mensen. En het is voor Amsterdam gewoon een enorme, enorme verrijking. Dus we hebben het niet alleen maar over een bedrijf en een gebouw, maar we hebben het over de totale waarde voor de stad. En dat is denk ik enorm. Zo'n groot nieuw gebouw in het centrum van de stad, dat is echt de laatste. Dit is echt een eenmalige mogelijkheid en hierna is het ook klaar. Ja, soms moet je een beetje voor de muziek uitlopen om. Kijk, wat het unieke ook is van het gebouw, zou je kunnen zeggen, op deze locatie is dat zo mooi met een panoramisch beeld kan werken van de stad. Want het kijkt niet alleen maar naar zuid of noord. Het kijkt naar eigenlijk een heel mooi panorama van de hele stad. En niet alleen maar van binnen naar buiten, maar ook van buiten naar binnen. En dat hebben we helemaal proberen te verwerken in het gebouw zelf. In de reflectie van het glas, de textuur van het glas, etc. In de eerste Gouden Eeuw was dit zeg maar de plek waar de hele vloot lag die de wereldzeeën bevoer. Letterlijk op deze plek. Op de plek van Oden was een dubbele rij palen en er lagen alle boten aan het havenfront om uit te varen. En nu, in de derde Gouden Eeuw, gaat Booking hier zitten en gaan van deze plek de hele wereld veroveren met hun product. Wat doorslaggevend was bij de keuze voor deze locatie is de locatie, is de plek, hartje centrum Amsterdam, bijna bovenop het Centraal Station. Wij zetten heel erg in op bereikbaarheid middels openbaar vervoer of fiets of tram of lopen. Dus dat maakte deze locatie perfect. 20 jaar geleden zijn we hier gestart op een hele kleine schaal. Ja, door de jaren zijn wij groot geworden in Amsterdam en met Amsterdam. En de stad en de kenmerken van de stad die hebben ons mede groot gemaakt. En dat zit er met name in ondernemerschap, de enorme diversiteit van de stad Amsterdam, de verschillende nationaliteiten. En die maken dat wij een aantrekkelijke stad zijn om talent aan te trekken. Er werken op dit moment meer dan 5000 man in Amsterdam.
Dat bestaat uit meer dan 100 nationaliteiten. En dat is bijna een soort reflectie van wat je in de stad ook ziet. Nou, dit is echt een heel nieuw gebouw, zou je kunnen zeggen. Want het is eigenlijk een soort campus in één gebouw. Het is eigenlijk een soort kleine stad met een groot binnenplein. En je krijgt er allemaal verschillende afdelingen die daaraan verbonden zijn. Maar dat idee van een campus, dat het een soort tech-campus-achtig gebouw is, dat zie je natuurlijk bij heel veel tech-bedrijven nu op het ogenblik. Hè. Dus van Facebook tot en met Google, die met dat soort campus-thema's bezig zijn, hebben wij echt in een hele compacte vorm op deze locatie voor elkaar weten te krijgen. Dus dat is echt het unieke van dit idee. En dat is echt iets wat je volgens mij nog niet echt veel in de wereld kan vinden. Waarbij iedereen elkaar zo goed kan zien en kan ontmoeten. Waardoor er een levendigheid in het gebouw gaat ontstaan en een rust naar buiten toe. De levendigheid zit er meer in de binnenkant. En naar de buitenkant wordt het steeds rustiger. Waar mensen echt ook op hun werkplek rustig hun werk kunnen doen. Maar binnen, bij dat plein, dat binnenplein en de verschillende verdiepingen ook. Heb je de plekken waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. En die wordt heel erg levendig en heel erg dynamisch. Er steeds meer gebouwen ook in de stad van Nederlandse, internationaal vermaarde architecten. En ook dat is weer belangrijk. Dat zul je met dit gebouw ook gaan zien. Het zal ook een gebouw worden waar mensen naar komen kijken. We hebben veel bezoek hier gehad op het hele eiland, waaronder een stel Chinezen. En die hebben ons vreselijk uitgelachen toen zij hoorden hoe lang wij hierover deden. En dat we ook 3 jaar over zo'n gebouw zouden doen. Want ze zeggen, dat doen wij in 1 jaar. Gelet op de Nederlandse omstandigheden, de bouwlogistiek en de randvoorwaarden is 3 jaar een helft job. Het meest bijzondere aan dit project vind ik eigenlijk de samenwerking tussen alle mensen die bij dit project betrokken zijn. En ook daar weer de enorme diversiteit van die mensen. Ja, daarmee maakt het heel bijzonder. En geniet van het leven. Waar zijn jullie van? Bosboom. Bosboom, grond- en watertechniek. Ja, Bosboom. 24 uur bellen, stortdienst, maakt niet uit bij komen. Wij kunnen altijd. Door jullie blijft het hier droog? Ja. Ja. Oké, okay, goed. Wij zorgen dat het grondwater weg wordt gepompt. En weet je wat hier gebouwd wordt? Ik heb geen idee. Geen idee. 2 garages. Ga je wel eens met hotel? Op hotel? Hotel? Ja. Nee, ga je wel eens op hotel? Op vakantie op hotel? Ja. En dan ga je dan boek je een hotel of niet? Ja. En waar boek je dat bij? Trivago. Ja. En wie is die andere? Ja, dat weet ik. Hoe heet die nou? Je moet denken aan, jij bent Hollander. Ja. En je bent zijn hoofdkantoor aan het bouwen? Hoofdkantoor. Booking.com? Oh, booking.com. Ja. Oké. Okay. Maar ken je booking.com? Ja, dat ken ik. Daar boek ik ook altijd. Ik ben heel tevreden over booking.com. Dag! Dag Bosboom! Dag Bosboom! Ik ben niet de architect die voor het orkest staat en die zegt van jongens, dit moet je doen en dat moet je doen. Ik ben echt voor samenwerking en netwerken en specialisten bij elkaar te halen van iedereen's kant. Dus van de opdrachtgeverskant, maar ook van onze kant. En de gebruiker en natuurlijk ook de aannemer, die ook weer met heel veel onderaannemers werkt. En al die partijen, die hebben ook allemaal weer specialisten waar ze mee werken. Maar het gaat om met elkaar een zo intelligent mogelijk gebouw te maken. En dat kan je niet alleen.